Je kijkt naar een nieuwe NEC TV op N1. Deze week beschouwt trainer Ruud Brood voor op de uitwedstrijd tegen Jong Ajax van aanstaande maandag. En namen we een kijkje in Bemmel bij de door HAVO-leerlingen georganiseerde college tour. Waar Bart van Inge als gastspreker vragen beantwoordde van ervaren ondernemers en ondernemers van de toekomst. Eerst is het tijd voor een nieuwe Potjes Toto. De stand is na een Potjes Toto-loze week nog steeds 20-17 in het voordeel van Potje. Wie moet zich deze week melden op kantoor? Kom maar, Joshua. Goedemorgen, meneer Pothuizen. Goedemorgen, Joshua. Alles goed, jongen? Ja. Met jou? Ja, prima. Zo, jongen. Hey. Laten we maar eens beginnen, denk ja, ik. Ja, zullen we maar beginnen met een potje Toto. Ja. Begin jij of zal ik beginnen weer? Begin jij maar. Oké. Okay. We beginnen met Telstar Emmen. Ja, dat twijfel ik niet over. Er wordt een 2 overwinning voor Emmen. Ja, die ga ik zelf doen, hoor. Ik heb volle vertrouwen in Emmen. Maar ik denk dat je meer vertrouwen in mij hebt, denk ik. Huh? Nee, denk ik Rode Almere, periodetitel. Ik denk, lastig wedstrijdje. In 3. Dan ga ik gewoon volle 7. Bak voor Almere City. Ja, dat is duidelijk. Dat Vincent is Jansen, Jong Oranje, die legt er wel eentje in. VVV Volendam. Ja, Volendam. Ik denk, Kleinkroon. Ja, dat is wel een moeilijk, even lastige. Het is wel in Venlo natuurlijk. Aardige reis die ze moeten afleggen, maar ik ga wel voor Volendam. Den Bosch MVV. Ja, MVV niet echt een grootste vorm, hè? Een 1. Nee, die zijn niet altijd best bezig, dus ik ga blind achter jou aan. Moeten we er nog tegen MVV, hè? Ja. Dus pas op wat je zegt, hè? Ja, ik pas zeker op. Oké, okay, Fortuna de Graafschap. Ja, Fortuna thuis. Ja, Kooistra en Vervossen, hè? Je moet het toch een keer gaan winnen. Ik zet toch een 1. Ja? Ja. Ja, ik jij twijfel, hè? Ja, ik twijfel echt. Ik denk dat dit aan, een gelijk spelletje gaat worden. Oké. Okay. Eindhoven Jong Twente. Ja. 1. 1. Achilles Helmersport. Ja, weer Thijsje Hendricks, hè? En Rutger Worm. Thijs Hendricks, dat is de verdette bij Achilles. Helmersport. Kunnen ze winnen? Ja, dit gaat om de laatste plaats, hè? Dus ze kunnen ervan winnen. Ze kunnen ook gelijk spelen. En verliezen. Ook verliezen. Dus 3 mogelijkheden zijn er. Heel goed, Johan. Heel goed. Nee, maar ik denk toch een 2. Helmersport. Ja? Dan ga ik toch voor een stuntje. Of een stuntje, wel stuntje, gelijkspel. Van Helmersport stuntje uit? Of? Nee, Achilles. Oké. Okay. Sparta Os, die gaat Os winnen. Gaat Os winnen? Ja, Os gaat winnen, ja. Ik ga voor Sparta. Jong PSV RKC. Ja, een 1. Ja, daar wou ik ook een 1 voor doen. Kan ik wel doen, we hebben toch genoeg verschillende dingetjes. Dus, ja, daarom. Jong Ajax NEC, Jos, hè, maandag. Ja. Lastig wedstrijdje, denk ik toch, hè? Ja, ik denk dat het wel een lastig wedstrijdje een wordt. Een hele ja. lastige wedstrijd. Maar ik ga toch voor een nipte overwinning. Ja, tuurlijk. Uiteraard. Ik ga ook voor de overwinning. Lastig, maar die moeten we winnen. Oké, Jos. Nou, hartstikke bedankt, jongen. Jongen, en succes zien? Maandag. Jij ook. Oké, okay, dank je. Aanstaande maandag speelt NEC uit tegen het beloftenelftal van Ajax. Na een periode met onderbrekingen vanwege interlandvoetbal gaat de ploeg van Ruud Brood nu in één stuk van veel wedstrijden in een korte tijd richting de winterstop. Is dat lekker of juist een extra zware last voor de spelers en de staf? Ja, dat is de bedoeling dat je optimaal geprepareerd bent. En als je veel wedstrijden speelt is dat ook wel, denk ik, voor de spelers goed, want dan kan jij volledig focussen na wedstrijd na wedstrijd en ja, in een korte periode. Hoe staat het ervoor met je spelers? Zijn ze allemaal geprepareerd voor die wedstrijden? Nou, we hebben natuurlijk, wat je zegt, 2 weken geen voetbal gehad. Wel wat activiteiten. Er zijn een aantal langdurig geblesseerd. Dat mis je wel. Dus in kwantiteit hebben we aanvulling moeten krijgen vanuit de belofte vanuit de A-jeugd qua training. Daarentegen kan je een aantal ook wel laten herstellen. En vanaf het begin van de week zijn we volledig alweer redelijk actief naar de wedstrijd toe werkend van Jong Ajax. Over die wedstrijd gaan we het zo hebben. Eerst nog even over die poppetjes. De aantal blessures die stonden op 3 en dan voornamelijk de 3 langdurige geblesseerden. Hoe gaat het met hen? Ja, dat volgens de medische staf, als je erover praat, Parker van Moorsel liggen op schema. Dus dat gaat de goede kant op. Die zien we binnenkort buiten individueel trainen.
Emilsson, Christian Emilsson wordt elke dag goed bekeken. Onder inspanning, belastbaarheid, wat hij wel en niet aan kan. Maar dat heeft allemaal zijn tijd nodig. Dus die verwacht ik veel later terug. Appia is bekend, Marcel Appia. Ja, dat zal richting winterstop zijn. Dus dan weet je dat je die mist. Daarentegen heb je Thijs van Hofwegen, wat de goede kant op gaat. Lijveke Bessie is weer terug van zijn blessure. Eerste training vandaag. En Kenny Elders is een jongen die tegen ABC geblesseerd raakte, maar niet waarvan je zegt van nou langdurig. En de drie jongens die dus nog geblesseerd zijn, daar moeten we nog steeds wel rekening mee houden. Dat heb je ook al eerder gezegd. Zo rond winterstop, na winterstop moeten die weer fit zijn. Ja, ik hou er rekening mee na de winterstop. Want ook al kunnen ze aansluiten, zoals bijvoorbeeld Admir Bajrović nu doet na een lange tijd. Ze hebben toch een bepaald ritme nodig. Ze hebben weinig gespeeld. Ja, dat is toch anders revalideren in een groep. Wie weet wat ze nog tegenkomen onderweg. Dus wij gaan er wel vanuit van de winterstop, ja. Dan Jong Ajax. De toekomst is bekend terrein voor NEC dit seizoen. Een aantal maanden geleden werd het een verlenging. Dat kan maandag niet gaan gebeuren. Nee. Bij PSV heb je de verlenging, geloof ik. Dat is een heel mooi etablissement. Maar nee, dat gaat niet gebeuren. We kennen het terrein. Natuurlijk, dus daar mag je niet meer van onder de indruk raken op een verkeerde manier. En we nemen natuurlijk Jong Ajax heel serieus. Ik vind het een van de best voetballende teams in deze competitie. Met heel veel specifieke kwaliteiten. Snelheid, spelopvatting, maar ook individueel. Dus daar moet je goed tegen wapenen. En natuurlijk is het voor ons belangrijk dat we vanuit onze eigen krachten. Hè. Als je dan even terugkijkt naar VVV, denk ik wel dat we ook wel hele goede dingen hebben gezien. Wat we wilden, nou, dan moet je dat weer terughalen bij de groep en zeggen van oké, weer gas erop. En dan is de meest genoemde naam bij Jong Ajax, die er ook altijd speelt, Ricciero Sivkovic. Ook een man die de laatste weken flink op dreef is. Ja, zonder meer. Hij scoort regelmatig. De laatste wedstrijd natuurlijk tegen FC Os heel veel. En ja, dat is een jongen die al heeft bewezen bij FC Groningen talentvol te zijn. Maar ja, ze hebben nog meer spelers waarvan je zegt van ja, die lopen al wat langer mee. Of het nou een rechtsback is Legion, of het nou Denzel is met zijn ervaring. Op het middenveld gaat zomaar door. Dus ze hebben best wel een talentvolle groep. Owusu heb ik begrepen, die is pas bijgetekend. Zoals een Ajax-speler is. Technisch vaardig, vooruit verdedigen, goede spelopvatting en vanuit de techniek en combinatievoetbal met snelheid. Daarentegen moeten we ze ook niet overschatten, maar we moeten wel voorbereid zijn. In hoeverre, is dat lastig om te weten tegen wie je gaat spelen? Want Jong Ajax is een vrij wisselend team en daarbij speelt het eerste elftal ook Champions League na dit weekend nog. Is dat ook een voordeel? Nou, ik gaf aan, als je de feiten bekijkt, maakt het niet zoveel uit. Het eerdere nadeel, want ze spelen wel met 7, 8 spelers regelmatig in dat team. We hebben de laatste wedstrijden toch wel behoorlijk in kaart. En dan zie je regelmatig die namen ook terug bij Jong Ajax. En dan, ja, of het dan een keer is van de horende wel bij of niet. Nou oké, het zij zo. Of een Duarte, maar die verwacht je dan niet. Feit was wel dat ze met heel veel namen tegen Achilles 29 verloren. Dus ik denk juist dat je rekening moet houden met een team, een jong team, wat heel gretig is, wat behoorlijk kan voetballen. En daartegenover moeten wij natuurlijk ook wel zien waar onze kansen liggen. En wij kunnen natuurlijk ook wel redelijk voetballen. En dan na maandag weer bovenaan. Ja, we moeten weer even wachten. Hè. Alles zit weer voor ons. Begint een beetje traditie te worden. Nou, als we het weer zo invullen dat wij ook onze punten pakken, onze wedstrijd winnen. Ja, dat zou een goede zaak zijn. Zeker gezien de wedstrijden die eraan zitten te komen. Afgelopen woensdag organiseerden HAVO4-leerlingen van het OBC-college uit Bemmel een eigen versie van het bekende tv-programma College Tour. Waar normaal gesproken bekende Nederlanders vragen beantwoorden van studenten uit het hele land. De HAVO-leerlingen, die de speciale International Business afdeling van het OBC volgen, wilden in de kleine, knusse tabakschuur van het dorp een eigen versie van het programma op poten zetten en nodigden directeur Algemene Zaken Bart van Inge uit om het college te geven. Met de hulp van enkele NEC-medewerkers en docenten van het OBC werd het een zeer leerzame en inspirerende avond voor zowel leerlingen als gerenommeerde ondernemers uit de regio, die ook waren uitgenodigd. De VMBOT-leerlingen met de specialisatie Lifestyle zorgden voor de catering. Vragen over financiën, de carrière van Bart, de degradatie van vorig seizoen en de route terug naar de Eredivisie passeerden de revue.
Stap 1 is dicht bij onze visie blijven, 4-3-3 blijven spelen, opleiden, scherp, inventief en creatief scouten. Dus niet duur willen aankopen en veel salaris willen betalen, maar proberen in je salarishuis te blijven. We hebben een salarishuis sinds de degradatie, stappen we niet meer uit. We vragen niet aan spelers wat ze willen verdienen, maar we vertellen spelers wat ze kunnen verdienen. Vind je het niet genoeg? Dan moet je eens anders gaan voetballen. Ja, als je kijkt naar het potentieel van deze groep, jonge groep met veel talent, Breienburg, Limbombe, Alireza. Ik denk dat wij een groep bij elkaar hebben die veel potentieel heeft. Ja. Maar ik blijf ervan overtuigd dat waar wij nu mee bezig zijn uiteindelijk leidt tot resultaat. Daar ben ik van overtuigd. Natuurlijk zaten er ook fans in de zaal die het niet konden laten enkele vragen te stellen over het voetbal en de transferperiode van aanstaande januari. Het was een zeer geslaagde avond met voor de leerlingen veel inspirerende tips en adviezen. En uiteraard kon een foto met de directeur van NEC na afloop niet ontbreken. Volgende week vrijdag speelt NEC de thuiswedstrijd tegen Jong FC Twente. Kijk voordat je naar het stadion gaat naar een nieuwe aflevering van NEC TV met een voorbeschouwing en natuurlijk een nieuwe potjes Toto. Graag tot dan!